Nou jongens, ondertussen op GN Headquarters, zoals het al oude item heet, maar we eigenlijk nooit meer gebruiken, want we hebben de vlogs. Check ook de vlog, aanstaande maandag, voor meer beelden hierover. Want we hebben Johan van computerbestel.nl. Dit is de sponsored message. Yay. Yeah. Maar jij bent even langsgekomen vandaag om HTC 5 aan ons te tonen. Ja. En ik schrik van de opstelling. Welke opstelling? De bizarre opstelling. Kom, check dit. Wat is dit bijvoorbeeld? Leg het ons uit. Het is een lighthouse registrator iets. Dit registreert gewoon de kamer. Ja. Dat is het eerste wat je nodig hebt. Want ik dacht, de PlayStation is natuurlijk best wel plug-and-play. Mm-hmm. Ik dacht dat is dit ook, maar dit zeg ik helemaal niet. Ja, kijken. Want we hebben twee van die lighthouse registrator dingen. En je hebt natuurlijk ook nog eens deze dingen. Hoe heet deze? Ja, de consoles. Dit zijn je... Trackpads. De controllers, toch? Bizar, man. En dan heb je nou een dik systeem nodig. Wat voor systeem is dit? i7, GTX 980. Gewoon is dat modelletje dus. Ja, en, basismodel. En dan hebben we natuurlijk nog bril. En Tom en Daniel en ik gaan straks dit allemaal checken. Er zit ook een enorme kabel ook aan. Drie kabels zelfs eigenlijk. Ja, dat is wel wat. Dat is echt wat. Dat moet ze echt draadloos maken. Ja, maar ja. En op dit moment zie ik supermooi HD niks. Dat is ook echt super vet. Zwart of wit? Zwart. Maar zwart, wel echt zwart. En, maar goed, hier gaan we straks mee aan de slag. Ik heb best wel zin in. Hoe vet is het als een lightsaber zou zijn? Wow. Ga even serveren. Kan ik hem opgooien? Ja hoor. Oh, verkeerde kant. Ja, dat heb ik best wel goed gedaan met die tennis. Oh, tuurlijk, ja, nee. Ja, nee, ja, serieus. Ook, tuurlijk, ja, nee. Nee, tuurlijk. Nee, dat heb ik echt niet. Hey. Ik zit onder de confetti. Wat is je ongezouten mening, Tom? Mijn ongezouten mening is, dit is echt super awesome. En ik ben nu al aan het wachten totdat ik het kan betalen. Oh, je kan een pijl ook in vuur steken. Oh, wat? No way, kan ik een pijl... Ja, boy! Terror! Oh, volgens mij heb ik net een tent afgefikt. Oké, schoenen weg. Tom, wat vind je ervan? Het is super awesome. Je ziet daar nou hierachter ook nog gewoon spelen met planeten. Bizar, hè? Hij is gewoon bezig met your anus. Met my anus, inderdaad. Ja. Hij is aan het spelen met my anus, maar dat kan allemaal in VR. Ja, dat is allemaal wel heel interessant. Ja, maar je hebt echt wel een monsterbak voor nodig. Dat is wel een ding, want het staat hier wel echt. Ja, het is wel een aardige, monsterbak die hier inderdaad staat. Maar het is wel een klein beetje nodig, voor de meeste dingen wel. Maar het werkt wel al en dat is wel interessant. En we hebben nou de sensoren ook al, dus we snappen een beetje hoe het systeem werkt. Ja. Dus nu is het zeg maar tijd om daar een keer op voor te borduren met een nieuwe video. En dat gaan we doen. Allereerst kun je in aanstaande vlog van aanstaande maandag kun je meer beelden zien, maar ten tweede... We gaan dus samen met Johan, die nu achter de camera staat... Die kan alles, die man. Hij kan filmen, hij kan computers bouwen, hij kan computers verkopen, jongen. Maar goed, we gaan dus een VR-systeem bouwen. Niet het lijpste, maar ook niet het goedkoopste. We gaan gewoon een mooi systeem bouwen. We gaan het lijpste doen. Het lijpste van het lijpste, toch, Johan? Dat dacht ik al. Maar leuk dat je hem onder spot krijgt. Maar goed, we gaan een VR-systeem bouwen. En we zaten er ook nog aan te denken om misschien een kleine video te maken met allerlei tips en tricks voor hoe maak je je kamer nou helemaal, zeg maar, VR-proof. Want daar is dus al een paar keer van de trap afgedonderd. Dus dat kan gebeuren. Dat kan ook. Ja, dus daar moet je mee oppassen. Risico van VR. Maar goed, we gaan het allemaal ontdekken in andere VR-video's. Dit was in ieder geval even een korte update met onze bizarre koppen, zweterig en wel, aan het tennissen, planeet aan het gooien. You name it. En dat is iets van Portal, jongens. Ik heb stok. Ja, dat zei ik. Ik ben boven op mijn weg. Ik heb een stok in mijn hand. Oh, mag ik jij stok even aanraken? Ja hoor. Oké, dat is wel.